Ik ben Peter van 't Hoog, Gelders gedeputeerde voor onder meer de gebiedsagenda Achterhoek en voor leefbaarheid. En in het provincieakkoord komen die allebei terug. De gebiedsagenda Achterhoek en leefbaarheid. Want het provincieakkoord wil investeren in geluk en gezondheid. Zaken die we zeker ook in deze coronatijd bijzonder zijn gaan waarderen. Ons programma Leefbaarheid wil ook bijdragen aan welzijn. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van allerlei lokale buurtinitiatieven die bijdragen aan een prettiger leven. En kijkend naar dit preventieakkoord lees ik dat die kleine wezenlijke verbeteringen bijdragen aan een prettiger leven. En wat me blij maakt, is dat wat de onderzoekers gaandeweg gaan concluderen heel praktisch wordt toegepast in de adviezen voor het aanpassen van je leefstijl. Redenerend vanuit de bewoners en niet vanuit de zorgsystemen. Leren en toepassen. Mogelijk ga ik indirect ook zien wat het preventieakkoord oplevert. De provincie Gelderland is namelijk heel geïnteresseerd in de Gelderlanders en wil weten of ze zich gelukkig voelen. Daar informeren we regelmatig naar via een monitor. En hopelijk ga ik dus in die monitor zien dat de Achterhoekers zich beter voelen door het support van dit preventieakkoord. Ik wens alle betrokkenen heel veel succes en ik hoop oprecht dat de Achterhoek weer een stukje gezonder wordt.